Ik ga vandaag weer een super lekkere visgerecht maken. In dit geval heb ik zeebaas gekozen. Die ga ik stomen in een lotusblad met dubbel pepers. Nou, nu laat ik je zien wat ik nodig heb. Een grote zeebaas. Die is heel groot. Maar het is echt heel erg vers. Daarnaast heb ik pepers nodig. Groene peper. En deze is die groene bloempeper. Sichuanse peper. Die een beetje groen uitziet. Om vis klaar te maken heb je natuurlijk altijd gember nodig. En bosuitjes. Maar ik ga ze stomen in een lotusblad. Heb ik natuurlijk een lotusblad nodig. En ik heb hier wat gedroogde lotusblad. Je ziet zo uit. Die kun je gewoon zo bij de toko krijgen. Verder heb je natuurlijk nog een stoommand nodig. Nou, meer heb ik niet nodig. Oh ja, tuurlijk heb ik nog wel iets nodig. Die heel belangrijk. Dat is bij de vis fileren. Handschoenen. Want ik ga die vis, die is nog helemaal zoals die uit het water gekomen is. Helemaal niks aan gedaan. Dit is echt een hele vis. Met nog schubben op de huid. En alles erop en eraan, dus nu moet ik er, kost mij echt tijd om schoon te maken. En dan pak ik nog een vork om die schubben af te schrapen. Dit is echt met de vork is echt aller makkelijkste. Makkelijker kan het niet. Met een vork. Ik deed het vroeger met een lepel. Nou, die is nog 10 keer minder snel als met vork. Dus met vorken doen. Zie? Kijk, in een tas doen, dan van die gelijk de schub op. Dat scheelt enorm pruimtijd. Je moet wel voorzichtig zijn, want de vinnen hier is heel erg scherp. En dat moet je natuurlijk niet in je hand hebben. Afvegen. Even in water doen. Er blijven natuurlijk nog wat schubben plakken aan de vis zelf. En door het water gaat ze eigenlijk eraf. En de vinnen afknippen. Die is niet lekker. Die ook. Zo. De ingewanden eruit halen. Als je zelf de ingewanden uit moet halen, dan moet je echt zorgen dat je die gauw niet kapot maakt. Die is heel bitter. Dan verpest je hele vis. Kijk hier. Die heeft altijd gauw gezeten. Het is een beetje groen. Dus die, hier moet ik proberen zo meteen deze stukje weg te halen. Afvalbak in. En hier heb je de kieuwen. Die moet je ook eruit trekken. Even goed afspelen. Nou, vis is nu helemaal schoongemaakt. Wat we nu vandaag gaan doen is, we gaan op de rug gewoon helemaal doorheen snijden. Kijken of ik kan afknippen. De ruggraat. Ja, is gelukt. Maar aan de buikkant gaan we niet helemaal de doorsnijden. Dus die blijft hier. Nog een stukje gewoon aan elkaar leggen. Moet in dunne plakjes. Want zo hebben we echt een paar minuutjes nodig. Hooguit. Je hebt nu bijna een kilo zware vis. Binnen 7 minuutjes is die al gaar. Gaan we die in een kommetje doen. Gaan we een klein beetje smaak toevoegen met rijstwijn erbij. Ongeveer 5 minuutjes laten intrekken. Heel klein beetje zout. De gember moet nog even snijden. Gewoon de sliertjes erin. En de rijstwijn natuurlijk. Niet zo gierig zijn met de rijstwijn. Ik heb nu
bijna 2 doppen gedaan. Even zo een paar minuutjes laten zitten. Ik heb hier wat boshuitjes. Moeten niet te weinig zijn. Die gaan we in sliertjes snijden. Deze gaan we gewoon meegeven met stomen. Deze peper is heel erg pittig. Dus als jij nou denkt van ik kan niet zo goed handelen, dan moet je de peper weglaten. Maar ik vind juist wel heerlijk extra pittig smaak. Daar is voor de onder. Hier heb ik nog wat gember voor bovenop. Je moet echt niet zuinig zijn. Als je vis stoomt, genoeg gember erin doen. In sliertjes. Hier heb ik al ongeveer een half uurtje geweekte lotusblad. Het is nu al lekker zacht. Kun je alles ermee doen. Laten we dan. Ik denk dat die een beetje te groot is. Ik ga hem buitenkant een klein beetje afknippen. Misschien is ze hierna nog steeds groter. Het ruikt echt heel erg lekker. Kijk. Ik heb nu 2 gepakt. Want in de lotusblad zitten zelf altijd van die gaatjes in. Die is niet helemaal 100% waterdicht. Dus je moet maar 2 nemen en dan is de kans dat die nou doorlekt veel minder. En die leg je hier zo bovenop. Ik ga ze naar de kant nog wel verder afknippen. Zie, nu heb ik een mand. En hier doe ik dan deze eronder. Peper, gember. En nu ga ik de vis in doen. Kijk. Wat vind je ervan? Prachtig, hè? En dan doe ik nog wat gember erbovenop. Gewoon de overgeenstel doen. Hier heb ik nog wat van die gember. Wat marinade. Dat doe ik gewoon nog erbij. Nou, water kookt. Deksel er weg. Doe ik hier. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon de overig uitgeknipte lotusblad hierin doen. En dan zet ik hem bovenop de mand. Dan heb je nog extra smaak. Zo'n vis, omdat het zo goed gesneden is. Ik denk hooguit 8 minuten hebben we, is al genoeg. Dus de eerste 4 minuten gaan we met hoge vuur laten stomen. Zodat die vlees, buitenkant van de vis, snel direct afsluit. En daarna heb je nog 4 minuutjes. En in die 4 minuutjes wordt gewoon rustig van binnen garen gestoomd. En ondertussen, want dat is echt na een paar minuutjes al direct klaar. Ondertussen doe ik wat olie opwarmen. Om vis extra smaak te geven, heb je altijd wat kokende olie nodig. 4 minuten voorbij, ga ik nu de laagvuur aanzetten. Nou, en nog een paar minuutjes, dan zijn we klaar. Het is nu 8 minuten voorbij. Uitdoen. Laten we maar even kijken of die hoog gaar is. Ik hoop van wel, anders moeten we nog een paar minuutjes doen. Zo makkelijk is het. Kijk. Wat ziet het mooi uit. Alleen zo kunnen we niet serveren. Dan. Oh, kijk. Ja, stil. Ja. Ja. En dan ga ik een beetje... Bosuitjes. Zo'n extra smaak. Dat is de bloempeper, groene bloempeper. En een beetje sojasaus eroverheen alvast. Duiken. Er komt dan damp uit de olie. En dat betekent dat het goed is. Af. Beetje afstand creëren.
En gewoon direct over de peper heen doen. Zo komt de smaak echt best uit. Zie. Klein beetje over de peper. Genoeg. Helemaal mooi. Eerlijk gezegd, ik ben nou klaar. Hier is het. Heerlijk gestoomde vis en lotusblad. Met dubbel pepers. Groene peper en Sichuanse groene peper. Eet smakelijk! Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag! Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal. Yeah.